De Ford Fiesta die is alweer bijna 45 jaar op de markt. En ook de huidige generatie gaat al een tijdje mee. Die werd namelijk geïntroduceerd in 2017. En dus is het tijd voor een facelift. Dit is de vernieuwde Fiesta hier naast mij. En in deze video ga ik je vertellen wat allemaal nieuw is aan deze auto. En ik ga er uiteraard ook mee rijden. Ja, de tijd vliegt. De nieuwe Ford Fiesta is dus helemaal niet zo nieuw meer. Hij is al zo'n 5 jaar op de markt. Maar de auto hier naast mij, dit is de vernieuwde Ford Fiesta. En hier zijn een aantal zaken aangepast, waaronder het interieur en het exterieur. Aan de buitenkant krijg je onder andere een nieuwe motorkap. Deze zit een stuk hoger en de grill is een stuk groter geworden. En daardoor oogt de auto natuurlijk een stukje stoerder. Het logo van Ford die zit niet meer hier op de motorkap, zoals bij de vorige Fiesta, maar die is verplaatst hier naar de neus, naar de grill. De koplampen die zijn ook nieuw. Standaard krijgen nu LED-koplampen, die weer ietsje bozer kijken dan voorheen. Maar je kunt ook matrix-LED-koplampen krijgen. Die passen zich 's nachts aan de weersomstandigheden en aan het overige verkeer. De bumpers die zijn uiteraard ook een beetje anders. Die zijn opnieuw ontworpen en er zijn maar liefst 7 nieuwe wieldesigns. Genoeg keuze dus. Daarnaast zijn er uiteraard weer een hele hoop verschillende uitvoeringen waar je uit kunt kiezen. Zo is er eigenlijk wel voor iedereen een Ford Fiesta. Zo heb je bijvoorbeeld de ST-lijn, dat is een beetje de sportieve variant. Die is extra sportief aangekleed. Maar je kunt ook bijvoorbeeld voor deze Active gaan die ik hier naast mij heb. Dit is voor mensen met een actieve lifestyle, zoals ze dat zo mooi zeggen. Maar eigenlijk komt het erop neer dat dit een beetje een auto is met een crossover look. Je krijgt deze kunststof beschermranden bijvoorbeeld rondom de wielkasten. En wil je nou niet alleen de looks, maar ook het vermogen, dan moet je wederom voor de Ford Fiesta ST gaan. Dat is echt het topmodel. Een bommetje op wielen met 200 pk onder de motorkap. Vandaag rijden we die niet. Die gaan we in een andere video een keer behandelen, want die verdient zijn eigen video. Maar dan weet je in ieder geval dat die uitvoering wederom te koop is. Aan de voorkant heeft de Fiesta dus bijna een geheel nieuw gezicht gekregen. Al is het wel nog steeds heel herkenbaar. Maar aan de achterkant, daar is het design bijna ongewijzigd. Het ligt er wel een beetje aan wat voor uitvoering je hebt, hoe die eruit ziet. Zo heeft deze Active bijvoorbeeld hier achter een aluminiumkleurige soort van diffuser. Wat wel allemaal hetzelfde is op alle nieuwe uitvoeringen van de Fiesta, dat zijn de achterlichten. Die zijn vernieuwd. Ze hebben allemaal een soort zwarte rand eromheen lopen. En op sommige uitvoeringen kun je ook dit donkere glas krijgen. Hij heeft een soort van rookglas hier, waardoor de zijkant heel donker is. En dat ziet er natuurlijk weer extra stoer uit. Er zijn ook nog 2 nieuwe carrosseriekleuren, waarvan je er eentje hier ziet. Dat is namelijk deze kleur blauw. En die heet Boundless Blue. En je kunt ook nog voor een kleur paars gaan en die heet Beautiful Berry. Nou, laten we meteen naar de bagageruimte kijken. Je kunt hem hier mee openen met een knop net boven de kentekenplaat. Je hebt hier ruimte voor net geen 300 liter bagageruimte. 292 om precies te zijn. Dat is op zich niet overdreven veel, maar ook niet overdreven weinig. Het is een beetje marktconform in dit segment. Uiteraard kun je natuurlijk de stoelen naar voren klappen. Er zit een knopje bovenop de achterbank. Als je die indrukt, dan gaan ze in 2 delen naar voren. En dan heb je natuurlijk nog veel meer bagageruimte. In Nederland is de Ford Fiesta uitsluitend als 5-deurs variant leverbaar. En dat is wel fijn. Zeker als je af en toe een keer achterin wil zitten of je kinderen achterin wilt zetten. Dan hoef je niet achter een stoel te kruipen, maar kun je gewoon heel eenvoudig instappen omdat je hier een deur hebt achterin. En de vernieuwde Fiesta heeft trouwens wederom deze automatische uitklappende rubberen portierrandbeschermers. Ze floepen een beetje om de rand heen zodra je de deur opent. En dat scheelt natuurlijk een hoop kleine beschadigingen aan je deur. Maar niet alleen aan die van jezelf, maar ook natuurlijk aan die van de auto die naast je staat. Gaan we even instappen. Ik ben 1,80 meter. Pas ik hier een beetje achterin? Nou ja, dat gaat op zich best wel prima. Ik zit uiteraard achter mijzelf. De stoel staat in de positie zoals ik hem gebruik. En qua beenruimte zit ik hier best wel goed eigenlijk. Ik kan mijn voeten mooi onder de stoel kwijt. En ik heb nog zat ruimte voor mijn knieën over. Qua hoofdruimte zit ik wel echt nu strak tegen het dak aan. Als je langer bent dan 1,80 meter, dan kom je wel echt in de problemen. Al moet ik zeggen, deze uitvoering heeft wel hier nog een panoramadak. Dus dat scheelt wel een beetje. Als je die niet hebt, heb je natuurlijk wat meer hoofdruimte. Uiteraard moet je ook niet vergeten dat auto's in dit segment ook niet per se helemaal bedoeld zijn om met 4 of 5 volwassenen op stap te gaan. Maar toch, je komt best wel goed weg hier. Hier binnen zijn er uiteraard ook een aantal nieuwe zaken. Zo kun je voortaan in de nieuwe Fiesta een digitaal instrumentarium voor je neus krijgen. Die heb ik hier. Hij is 12 inch, behoorlijk groot ding. Hij ziet er ook behoorlijk scherp uit. Fijn om naar te kijken.
Het is sowieso prettig om een digitaal instrumentarium in de auto te hebben, want daardoor kun je gewoon een hele hoop dingen recht voor je neus zien. Je kunt het scherm bedienen via knoppen op het stuur hier. En dan kun je zelf indelen hoe dat scherm eruit komt te zien. Uiteraard in het midden ook gewoon weer een scherm. 8 inch in dit geval. En hier draait het Ford 3 infotainment systeem op. Dat is een prima systeem. Het is niet het snelste op de markt, maar ja, het werkt gewoon prima. Het is absoluut niet traag. Ook dat kun je vrij makkelijk bedienen. Je hebt maar een paar tikken nodig om te komen waar je wilt zijn in de juiste minuutjes. Ook de knoppen van die klimaatcontrole zijn gebleven hier beneden. Ook dat is prettig, hoef je niet op het scherm bezig te gaan om de verwarming wat hoger of lager te zetten. Qua vermogens heb je eigenlijk 3 keuzes, 3 motoren. Eén die goed is voor 75 pk, dat is de instapper. En je kunt hem ook met 100 pk krijgen. En dan is er ook nog een multi-hybride aandrijflijn, die is goed voor 125 pk. Die heb ik hier, met een automaat, een 7-traps automaat. En dat is een best wel prima aandrijflijn. 125 pk in een auto van dit formaat is sowieso ja, ruim voldoende, zeker in ons land. Die multi-hybride aandrijflijn die is extra zuinig, maar je kunt er niet echt elektrisch mee rijden of iets dergelijks. Hij heeft wel een elektromotor, een hele kleine. Een elektromotor die werkt als een startmotor en als een generator. En dat betekent eigenlijk dat je ook energie kan terugwinnen bij het afremmen. Dan werkt hij als een dynamo en de energie die dan vrijkomt bij de remmen, die slaat hij op in een klein accupakket. Die zit hier onder de voorstoelen en die energie kan hij weer gebruiken tijdens het accelereren en daardoor bespaar je een beetje brandstof. Je moet de auto dan even in de L-mode zetten. Hier de automaat, als ik die naar achter trek, dan sta ik in de L-mode en dan merk ik ook als ik het gas loslaat, dan voelt het een beetje alsof er een parachute achter de auto hangt. Dan remt hij automatisch een beetje af en daardoor wint hij dus wat energie terug. Waar Ford verder wel van afgebleven is, dat is het onderstel. Dat is helemaal ongewijzigd en dat hoeft ook eigenlijk niet aangepast te worden, want dat onderstel was gewoon al dik voor elkaar. De Fiesta staat wel bekend eigenlijk als de leukste auto in dit segment om te rijden. En zeker als je van een beetje doorrijden houdt, van een beetje plezier achter het stuurwiel, ja, dan moet je gewoon de Fiesta hebben als je in dit segment shopt. Zelfs in deze Active uitvoering waar ik nu in rij, wat absoluut niet de sportief georiënteerde uitvoering is, merk je gewoon nog steeds dat hij ontzettend strak stuurt. Waardoor je gewoon echt heel veel plezier achter het stuur kunt beleven. We rijden hier in België door de heuvels. En het is echt gewoon ja, een hele leuke auto om mee te rijden. Moet wel zeggen, hier in België is het wegdek ja, van iets mindere kwaliteit dan bij ons in Nederland. En dan zeg ik het nog netjes. En dan merk je ook wel dat het onderstel ja, best wel hard is. In Nederland heb je daar uiteraard geen last van. Maar voor onze Vlaamse kijkers, hou daar wel rekening mee als je gaat shoppen in dit segment. De Fiesta is ontzettend leuk om te rijden. Maar woon je in een dorp waar het wegdek enorm slecht is, dan ga je af en toe wel een beetje stuiteren in de auto. Dan eindigen we deze video uiteraard met de prijzen. De vernieuwde Ford Fiesta die rij je vanaf €20.800. Dan heb je dus de instapper met 75 pk. Deze multi-hybride aandrijflijn die ik hier heb, die rij je vanaf €23.800. En wil je nu de allerleukste Fiesta hebben, de ST, wat sowieso een van de allerleukste auto's is die je nu kunt kopen. In ieder geval een van de leukste betaalbare auto's. Ja, dan moet je wat dieper de buidel tasten, want die rij je namelijk vanaf dik €35.000. En daarmee zijn we het einde gekomen van deze video. Vond je hem leuk? Vergeet je dan vooral niet te abonneren op ons YouTube kanaal. En vergeet deze video natuurlijk ook geen duimpje te geven. En dan zie ik je graag bij een volgende video.